eerste keer op een WK is natuurlijk altijd spannend. Maar in Bosnië leidt het wel tot heel erg on-Bosnische uitingen van patriotisme. Waarom zijn mensen zo ontzettend met het nationaal team bezig? Bosnië heeft niet vaak iets te vieren. Het land staat vooral bekend om zijn etnische verdeeldheid en politieke stilstand. Als er dan een keer een feestje kan worden gebouwd, dan gebeurt dat vol overgave. En met een grenzeloos optimisme. Misschien dat je moet doodje, polfinale. Of dat ook uitkomt, dat doet er niet eens zoveel toe. Het is vooral de ambitie om Bosnië nou eens positief op de kaart te zetten. Dat svi znaju za Bosnu-Hercegovinu, da vide da smo mi dobri ljudi, da mi nismo samo poznati po ratu, nego da ljudi vide da mi znamo da igramo fudbal, da znamo da pjevamo, da znamo da se veselimo i da znamo da volimo ljude koji su blizu nas, bez obzira kako se zovu i koje su nacije. Ok, obećan sam. Možete mi dati dres? Naravna stvar, kako da ne. Izvolite. Poklanjam vam jedan bosanski dres. Najbolji dres. Ik ben er klaar voor.